Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video hier op mijn kanaal Jeraski Game. Vandaag zit ik hier niet alleen, want ik zit hier samen met Rijn de Bakker. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oh shit, ik deed zo mijn best, hè. maar we spelen Kill Confirmed potje zoals je kan zien. Ik heb de Vapper X KG Assault Rifle in mijn handen. Rijn die gaat denk ik dood. Nee. Ik heb hem voor je. Oh, ik had hem geraakt voor je. Mag ook. En we doen natuurlijk onze best om dit potje te winnen. Het is Kill Confirmed, wat inhoudt dat we de Doctext natuurlijk moeten gaan oppakken. En we gebruiken beide, Rijn en ik, de Ruin Specialist. Ja. Met de grappling hook. Ah. Dus ik ben benieuwd, man. Ik doe mijn best in ieder geval. Ah, ik had al 3 killetjes. Oh, lekker bezig. Ik durf nooit dat midden in te gaan. Heb jij dat ook? Nou, ik zie hoe ik spring erin en ik zie of ik dood ga. Oh, oh ja, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Ik doe heel veel die lift naar beneden zo. Dan eentje daar aan de lift. Is geraakt. Camper boven. Wow, yo, ik had geluk dat ik hier niet dood was, joh. Boven echt goed, hoor. Oh, in mijn rug. Oh, jammer, joh. Ik gebruik bij de way de score 6 UAV de counter UAV in de Helsen. Wat heb jij aanstaan, bro? UAV counter UAV in de Helsen. Oh, echt? Ja. Dus we hebben gewoon hetzelfde. Ja. Oh, nee, ik ga dood. Zonder af te spreken, hè. Briljant, ouwe. Ja, dat is in de beste streakers die je snelst kan halen, bent, hè. Ja, nee, klopt. Dus sowieso is die counter UAV natuurlijk wel heel erg handig, altijd. Ja. Maar je kan zo snel gezien worden op de map. Ja. Er is achter me. Hij loopt gewoon door. Nee, natuurlijk hij me ook nog. Wat? Oh, yo ja, man, dat had ik niet verwacht. Teammates letten niet op, hoor. Nee, teammates die letten inderdaad niet heel erg op. Ik krijg de doctext niet geconfirmed, dat vind ik lastig. Want ik kill ze wel. Ja, er loopt er een hier. Heb je hem? Ja, holy damn game. Ik krijg de kills wel, maar ik krijg de doctext daarin niet geconfirmed. Oh, dat vind ik lastig. Termen, hè? Ja, ik had hem gekillt voor je. Zit er nog eentje sowieso aan de zijkant? Ja, pas op daar. Nee. Nog meer? Ja, 2 aan de zijkant. Oh, in mijn rug! Ik heb hulp nodig, ik heb hulp nodig in het midden. Ik heb sowieso de gast in het midden dood. Ik heb die ook. En onze rug? En onze rug, ja. Voor ons, Jan? Ja, oh, ik ben daar niet meer. Oh, rechts van je. Ah, die aim, joh. Oh. Ik zou het alles mis. Ja. Kan wel eens gebeuren, hè? Ja. Als het maar niet te vaak gebeurt. Nee, precies, precies. Jij snapt hem. Wel eens mag het gebeuren. Ik moet nog healen, joh. Ja, soms neem ik het risico om niet te healen, maar dat kost tijd. Oh, echt? Ja, dat is wel waar. Maar ik heal eigenlijk altijd. Staat hier zo'n toaster, pas op. Ik wil helemaal anders. Die toaster staat in de weg. Ik heb de toaster kapot. Oh, is er een achter me? Ik zat gewoon te sprayen hoor, want ik wist niet of ik kon killen. Ja! Ik heb sowieso mijn scoresweeks. Oeh, ik ga even lekker in het midden, joh. Oh, let's go. Kom op. 1 kill, dat is goed. Survive, Jan. Achter me! Nee, man. Ah, nee! Hij gebruikte heel langzaam zijn Gravity Slam. Die had ik niet zien aankomen. Ik kwam er ook niet meer uit in die situatie waar ik zat. Zag je het of niet? Ja. Oh, yo, jongen. Ik sta 22-4. Ik heb er echt enorm veel gekillt in het midden net. Dit is een ding. Ik kom er hier naar mijn zee, of niet? Nee. Wacht, ik... Heb je hem dood? Nee, achter je. Ik heb die in mijn rug. Ik heb die van voor ook. Nice. Er liggen hier heel veel doctex. Ga ze even oprapen, man. Oh, teammate pakt ze al. Dat mag ook. Als ze maar worden opgeraapt, vind ik het best. We staan... Oh, we staan ook lekker voor. Nice. Goed bezig, man. En ze lopen een beetje om allemaal. In onze rug weer. Ja, ik sta te spam. Teammate, je moet wel op je minimum kijken, teammate. Spantrappen is echt lastig, jongen. Ja, klopt. Dat vind ik ook. Spam zijn sowieso ook wel moeilijk te overzien, vind ik zo af en toe. En mijn rug, Rijn, nee! Ik heb hem. Ja, ik was niet op. Oh, dat was net te laat. Dat was jammer. Ik dacht ik blijf liggen, want ik zag je aankomen rennen. Want ik was namelijk rustig mijn wapen aan te reloaden, maar... Niet goed, nee, ja, helaas was het niet op tijd, maar het kan gebeuren. Pas op voor de rijshield, man. Hij stond tegen die vent aan. Zo, oh. Maar die rijshield heeft echt zo'n grote HP, hè. Ja, maar die rijshield kan je sowieso niet kapot krijgen. Je moet echt gewoon op zijn voetjes schieten. Maar kan je op de voetjes zitten?
Ja, ja, als je sowieso achter hem komt natuurlijk. En anders heb je natuurlijk wel gewoon een beetje geluk nodig. Nice. Oh, lol, viel van de map af aan de zijkant. Achter me. Die is dood. Nice. Ze hebben multiple UAV's, dat is niet erg op zich. Ajax neutralized. Ga helemaal in. Oh. Oh! Ik heb zijn man erachter. Hij stond helemaal in de spawn. Oh ja, ik zag het ja. Ze spannen daar nog steeds, toch? Ja, er was er nog eentje gespawnd. Oh, je hebt teammates in dood aan door. Ik zie het. Ja, aan de zijkant en de turbine. Oké, okay, ik heb die laatste die er zat, man. Dat moeten we nu terugtrekken, denk ik. Ze staan allemaal voor me hier, om de hoek. Oh, wat? Oh, in mijn rug. Sorry, ik zag hem op de minimap, bro. Dat is fijn, man. Ik heb ook weer een hellstorm missile. Zit allemaal in het midden nu, man. Ik heb er twee in het midden dood. Teammate heeft er ook nog één. Ik ben even goed aan het spelen hier, joh. Ik kom ja in de turbine. Ja, dood. Ja, GG, kijk uit, komt de karretje aan, komt de karretje aan. Waar? Hier bij mij. Ik ben niet weg, ik ben niet weg. Nee, ik heb mezelf opgeofferd voor je. Ah, ik heb mezelf opgeofferd voor je. Ik schoot hem kapot zodat hij niet achter jou aangeeft. Ah, en mijn rug nog één. Ah, had je wel kills? Ik had er drie. Oké, okay, gelukkig. Ik had mezelf opgeofferd. Ik dacht, ik schiet het karretje kapot, dan kan jij doorrennen namelijk. Ah, thanks man. Ik kan de hele tijd mijn grappling ook niet schieten, zo. Nee, het is lastig. Dat ding komt ook niet zo ver, hoor. Nee, af en toe gaat hij echt reet te ver en af en toe heeft hij niet zo'n zin in ofzo. Okay. Teammates dood daar. Ja, daar komen mensen. Als jij die kan checken, dan check ik deze kant. Ja, ik kan mijn crafting spike zo onderaf gooien, hoor. Zit hij hier? Even. Oh, hij staat hier! Oh, yo, die heb ik. Sorry. Je, je hebt wel die dingen kapot. Je hebt wel die dingen kapot. Oh, ik had de kill. Nee, die had ik. Nou. Spijt me, oké. Okay. Jan en Marek. Ik heb hard gehit. Ik heb hem. Ah. In de turbine, in de turbine. Ik weet dat ik het altijd turbine noem, maar het is helemaal geen turbine, maar het is een goede call-out. Ja, ik zeg het toch joh, hè? Ja, I know, maar het is gewoon de achterkant van dat vliegtuig of zo wat er ligt. Ik weet ook niet wat het is. Ja, raket, ja. Maar nee, het is de voorkant zelfs, als je goed kijkt. Waar kunnen er nog meer enemies naar? Ah, dat was jammer. Hoeveel punten nog? Nog 7 punten hebben we alweer gewonnen, man. Goed potje dan. Ik heb een Gravity Slam nog. Ik wil hem eigenlijk nog wel gebruiken als ik eerlijk ben. Want ik ga hem gewoon hier doen, ja? Nee, niet hier. Niet hier. Ik wil nog mijn Gravity Slam doen. Wacht, je ook al? Ik doe hem gewoon! Yes! Ik deed hem gewoon. Ik moest er vanaf, want anders is het potje afgelopen. Dan is het ook zonde als je hem niet gebruikt. Ik ga de confirms pakken. Ja, ik ook. We staan weer getagd, man. Pas op. Eentje in het midden. Ah ja, veel in het midden. Allemaal. Ja. Nog één doctag en hebben we gewonnen. Oh, dan ga ik nog dood ook! Serieus! Oh, ik had hem bijna! Nou, we hebben nu gewonnen. Ik heb nog één kill! Yay! Nee. Wat is je eindscore? 69. Echt? Ja, dat is niet zo'n goed potje. Nou, we hebben wel gewonnen, daar gaat het om. Hè. Ik sta 45-9, dus ik heb het nog goed gedaan. Ook. Ik vind het echt een heel fijn wapentje, man, deze Assault Rifle. Oh, die ja. De Fepper. Kijk hier, kijk deze gast staan. Die stond heel sneaky af te wachten, jongen, daar. Ja. Want mijn teammate die zat namelijk daar binnen, dus hij kon geen kant op, die gast. In ieder geval, we hebben gewonnen. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het was een mooi potje, het was een lekker potje. Kill Confirmed. Het is eigenlijk een leuke game mode. Puur gewoon omdat het net iets langer duurt natuurlijk dan Team Deathmatch. En dan kan je ook net iets meer kills maken. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Als je hebt genoten, dan die like op. Vergeet niet te abonneren voor meer. Check mijn kanaal uit, check Rijn's kanaal uit. En tot de volgende keer. Joehoe. Bye bye.